Breda Nu. Je weet het meteen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gefeliciteerd met de opening. We hebben het net gezien. Nou ken ik Decathlon als ik naar Frankrijk, door Frankrijk heen rijd, maar waarom nou Breda? Nou, waarom Breda? Breda is een geweldige sportstad. Wij zitten hier niet in de echte nabije omgeving nog, dus Breda leek me een logische keuze. En Breepark heet het tegenwoordig. Ja. Waarom niet in de binnenstad en juist hier? Nou, dat is echt Decathlon. Wij willen mensen niet alleen maar met onze producten in aanraking brengen, maar we willen ook dat ze het kunnen testen. En we hebben een hele ruime winkel. We hebben hier prachtige sportveldjes naast liggen. Maar in het Breepark hebben we echt super mooie mogelijkheden om dat nog verder uit te breiden, dat try and buy concept. Het Jeugdsportfonds, kun je daar iets over vertellen? Ja, het Jeugdsportfonds Breda helpt kinderen die onder de armoedegrens leven om lid te worden van een sportvereniging. Dus wij betalen de contributie, wij helpen bij de aanschaf van sportattributen en zorgen dat de kinderen mee kunnen doen in sociaal verband in een team. En wat is de connectie met Decathlon? Nou, Decathlon benaderde ons via onze ambassadeur Jelle ten Rouwelaar om te kijken of zij ook iets voor die groep kinderen in Breda zouden kunnen betekenen. En wij zijn met hun in gesprek over het kunnen kopen van sportartikelen voor die kinderen hier tegen een aantrekkelijk tarief. Ambassadeur van het Jeugdsportfonds, wat houdt dat in, ambassadeurschap? Je naam eraan koppelen, dat is één. Ik ben 2 jaar geleden gevraagd om er iets voor te doen. Nou, daar heb ik ja gezegd. Maar toen ik meteen ja zei, heb ik ook meteen wel aangegeven dat ik het wel wil doen, maar wel op een leuke en goede manier. En ik ben blij dat ik dat nu al 2 jaar, 2 jaar doe en bijna overal bij wordt betrokken. Kost dat veel tijd? Nee, helemaal niet. Het is af en toe eens een keer meedenken over bepaalde dingen. En zoals vandaag is Decathlon en het Jeugdsportfonds is samen. Dat soort dingetjes. Wat vindt u van de winkel? Mooi, groot, ruim assortiment, schoon. En ja, heel dicht bij waar we wonen natuurlijk. Hè? Een aanwinst voor Breda. Ja, ik kom net binnen, want ik was hier om 10:30 al, maar toen was de officiële opening. Maar ik vind het geweldig. Hij is heel groot opgezet. Ik heb nog maar net een heel klein stukje gezien, maar ik vind het een supermooie winkel.